Dit is de gewone manier waarop stuntman Jan van Berendonk in zijn auto stapt. De portieren en andere delen van de wagen zijn namelijk met draad vastgezet om te verhinderen dat ze bij het stunten openspringen. Ditmaal wil Jan met zijn auto via een speciale schans over 25 wagens springen en daarmee het wereldrecord op zijn naam brengen. Het gebeurt allemaal in het Brabantse Dongen. De recordpoging is mislukt doordat, zonder dat iemand er erg in heeft gehad, de schans bij een kleine aanrijding was beschadigd. Maar het heeft Jan van Berendonk en zijn vrouw geen schrik ingeboezemd. Binnenkort probeert hij het opnieuw. Een andere stuntman die de publiciteit zocht en vond is Reo Ruiters. Reo Ruiters, die met een auto al eens een huis binnenvloog, wil met instemming van zijn vrouw ook een nieuw wereldrecord vestigen. Met een motorboot door een brandende tunnel van 54 meter. Die tunnel wordt nat gespoten met petroleum en vervolgens aangestoken. Terwijl in de tunnel de temperatuur oploopt tot 1100 graden, gaat de in asbest gestoken stuntman er onverschrokken doorheen. Maar omdat het eind van de tunnel nog niet brandde, doet Ruiters het nog eenmaal over. Met zijn nieuwe wereldrecord over 54 meter staat Reo Ruiters nu aan de top van het internationale leger van stuntmannen. De Rotterdammers zijn er al aan gewend geraakt. Maar bezoekers worden elke keer weer prettig verrast als ze zien dat er naast de gele trams nu ook een aantal gekleurde door de stad rijdt. Naar ontwerpen van Rotterdamse kunstenaars werd in de werkplaatsen van de RET, de Rotterdamse elektrische tram, een aantal tramstellen bont geschilderd en vervolgens in geregelde dienst genomen. Het betekent een speelse verlevendiging van het stadsbeeld, waarin de tram nu meer is geworden dan alleen maar een voorbijschietend vervoermiddel.